In tegenstelling tot vorig jaar zal de markt in Etten-Leur op zondag 12 september weer in het teken staan van het pleinfeest. Vorig jaar kon het feest niet doorgaan vanwege ruimtegebrek op het plein voor de kerk door de restauratiewerkzaamheden. Dat is dit jaar anders. 6 marktkramen en een feesttent zullen het decor vormen voor het pleinfeest. Stichting Vrienden van Lambertus verzorgt de catering waarvan de opbrengst bestemd is voor de restauratie van de kerk. Eind 2011 zullen de restauratiewerkzaamheden van het Godshuis zijn afgerond.